Terneuzen is een havenstad in Zeeuws-Vlaanderen. In deze levendige stad ligt een indrukwekkend sluizencomplex. Met 3 sluizen en 6 bruggen is dit de toegangspoort vanaf de Westerschelde naar het achterliggende kanaal van Gent naar Terneuzen. Dit kanaal is van levensbelang voor de havens van Terneuzen en Gent en een belangrijke ader voor de industrie langs het kanaal. Het zorgt immers voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Het sluizencomplex bestaat uit de Middensluis uit 1910 en de West- en de Oostsluis uit 1968. Dat voldeed toen prima, maar nu zijn er flinke knelpunten. Met die oude sluis was de beperking zo groot dat uiteindelijk nieuwe investeringen, nieuwe industrieën met die beperktheid er niet meer zouden komen. Het scheepvaartverkeer is in de loop der jaren enorm gegroeid. De doorstroming is daardoor niet optimaal. Tegelijkertijd worden de schepen steeds groter en niet alle schepen passen nog in de sluizen. Nou, deze sluis in Terneuzen is echt broodnodig. Niet alleen omdat de schepen steeds groter worden, maar ook omdat er steeds meer binnenvaart komt. Op dit moment zijn er al wachttijden voor de binnenvaart, maar die binnenvaart gaat nog toenemen. De oplossing is een nieuwe sluis met meer capaciteit. Een sluis die dieper, breder en langer is dan de huidige Westsluis. En die komt er. De nieuwe sluis vervangt de huidige Middensluis en wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep. Het wordt één van de grootste sluizen ter wereld, vergelijkbaar met die in Amsterdam, Antwerpen en Panama. Vlaanderen en Nederland zorgen samen voor de bouw van de nieuwe sluis in het huidige sluizencomplex. Alle planprocedures zijn doorlopen en alle bestuurlijke afspraken vastgelegd. Vlaanderen betaalt het grootste deel. Nederland draagt een kleiner deel bij. En het project krijgt Europese subsidie. We zoeken in het project vooral naar het gezamenlijk belang. En we proberen dat te versterken. En door langs beide zijden van de grens mensen af te vaardigen die het project trekken. Het is een gemengd team. Zorgen we ervoor dat eigenlijk alle belangen afgedekt zijn. En met een goede samenwerking komen we samen goed vooruit. Veiligheid staat bij de bouw van de nieuwe sluis voorop. Aannemerscombinatie Sassevaart gaat de sluis aanleggen met bestaande en bewezen bouwtechnieken. De aanleg is een flinke klus waar kennis en kunde voor nodig is. Na een bouwtijd van 5 jaar vaart in 2022 het eerste schip door de nieuwe sluis. Onopgemerkt gaat de bouw van de nieuwe sluis niet voorbij. Zo zijn de bouwwerkzaamheden te horen. Want naast het plaatsen van diepwanden blijft ook intrillen en heien van palen en damwanden nodig. Verzakkingen worden niet verwacht, want de voornamelijk natte bouwmethode houdt het grondwater op peil. Alleen de sluishoofden worden in het droge gebouwd. Nou, de natte bouwmethode betekent dat wij niet gaan bemalen, dus dat wij in het water gaan bouwen. Daarvoor hebben we gekozen bij de kolk om dat nat te doen. En dat heeft als voordeel dat je geen grondwaterstandverlaging effect hebt in Terneuzen zelf. Daar gaan de bewoners niet van merken. Het auto- en fietsverkeer kan tijdens de bouw voor langere tijd veilig gebruik maken van een tijdelijke route om het bouwterrein. Fietsers hoeven hiervoor de weg niet over te steken. Het bouw- en werkverkeer blijft beperkt, bijvoorbeeld door aanvoer van materiaal over het water. Voor het scheepvaartverkeer is er overlast tijdens de bouw. Wel is de overlast minder dan voorzien. Sassevaart legt een doorvaartkanaal aan, zodat de Middensluis beschikbaar blijft voor het scheepvaartverkeer tot medio 2021. Dat levert tijdswinst en economisch voordeel op. De komst van de nieuwe sluis creëert volop kansen voor nieuwe economische activiteiten en het behoud van werkgelegenheid in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio. Een nieuwe sluis is een aanwinst voor de maritieme toegankelijkheid van Nederland, Vlaanderen en Parijs. Voor de binnenvaart en voor grotere zeeschepen. De komst van de nieuwe sluis was eigenlijk gewoon het verschil tussen een toekomst van groei hebben of langzaamaan verdwijnen als zeehaven. Het perspectief dat zometeen een van de grootste sluizen ter wereld hier in Terneuzen ligt, nou, dat gaat een enorme boost geven. Niet alleen voor Terneuzen, niet alleen voor Gent, maar voor de economie van Nederland en Vlaanderen. En dat wordt natuurlijk echt een fantastisch eindresultaat waar we naar uitkijken.